rijden nu naar een andere spoorwegovergang. Dat is aan de Bavinkelsweg. Waar ook minicamping Erve Hendricks Hoeve is gelegen. Van de familie Ter Haar. En ja, eigenlijk dit hele gebied heet ook wel Tusveld. En we rijden naar een spoorwegovergang die dus ook weer op korte termijn zal worden afgesloten. Net als die andere overgang waar ik al eerder een filmpje van maakte. En dit alles, zowel die andere als deze, is ook weer onderdeel van een package deal met ProRail. ProRail wat geld heeft gegeven aan de gemeente in ruil voor de afsluiting van de overgang. We hebben de minicamping. Dan rijden we nog een stukje door. Ja, ik kan alvast zeggen dat het al heel zonde is dat deze overgang wordt afgesloten. Omdat natuurlijk heel veel recreanten en vooral fietsers, maar ook wandelaars van dit gebied gebruik maken. En het wordt door de afsluiting van deze overgang weer moeilijker voor recreanten om gewoon simpelweg het bos in te gaan. Ja, je kunt bijna zeggen dat de gemeente de mensen het bos in stuurt, maar feitelijk kun je gewoon eigenlijk niet meer op een normale manier het bos in. Je moet het wordt echt een zoekplaatje om zeg maar het Nijrees bos te vinden. En het is ook helemaal niet leuk meer om daar naartoe te gaan als je dus eerst langs allerlei lange, desolate wegen moet rijden. Maar goed, nu komen we dus bij de bewuste overgang. Ja, deze zal dus ook weer worden afgesloten. Het heeft eigenlijk helemaal geen enkel nut, omdat er wordt dan gezegd, het wordt dan veiliger. Op die hier ter plaatse op die overgang. Maar ja, dat is denk ik toch een drogreden. Want mensen die toch voor de trein willen springen, die vinden toch wel een manier. En ongelukkig voorkom je er ook niet mee. Maar goed, nu komt er een trein aan als het goed is. Ja hoor. Dus ja, nogmaals, van deze kant kun je dus niet meer straks deze kant op richting Nijreesbos. Ja, dat is gewoon super jammer. Dan komt er weer een trein. Dus dan houdt het gewoon op aan deze kant. Het is eigenlijk heel onnatuurlijk om die weg eigenlijk gewoon van deze kant gewoon doorloopt. Maar ja, dus er is ook weer een afgesloten weg erbij. En nu zullen heel veel politici zeggen dat het een oude koe is die uit de sloot wordt gehaald. Omdat het al lang is bekokstoofd in de raad, het college. Maar ja, hier zien we dus gewoon feitelijk wat er straks niet meer zal zijn. En ik denk dat het nieuwe college, of in ieder geval de nieuwe raad en ook het nieuwe college, zich in ieder geval kan afvragen of dit nou echt de weg is die we moeten gaan, want ook deze weg die loopt straks gewoon dood.